Ajax leek de wedstrijd in de pocket te hebben, maar verliest toch 2 punten in de slotfase. Bittere pil. Ja, zeker weten. Zuur einde. Ik denk, je begint goed. Je komt snel op voorsprong. Je wilt de voorsprong uitbreiden. Je krijgt een vervelende goal tegen de 1-1. Waarbij je even niet oplet. En dan de tweede helft heb je genoeg kans om de score uit te breiden naar 3-1, 4-1. Alleen je maakt de goal niet. En dan weet je dat zij op de kansen wachten. En dat zij het vertrouwen erin houden om de gelijkmaker te maken. En ja, zuur voor ons dat hij zo laat valt. Precies, want het begon allemaal goed, zoals je zei, al na 7 minuten 1-0. Ja, klopt. En we wilden, wat ik net zei, we gingen niet in één keer rustig voetballen. We wilden gewoon de druk erop. We gingen vooruit voetballen, kansen creëren, ballen erin gooien in de 16, waarin we gevaarlijk werden. Alleen, je moet gefocust blijven achterin. En je mag geen tegengoals krijgen. We krijgen er iets te makkelijk de tegengoals vandaag. Ja, als we naar de 1-1 kijken, waar lag dat dan? Ik moet de goal terugzien. Alleen, ik zie in één keer rechtsbuiten alleen voor Jasper staan. En dat mag niet. En dan vlak voor rust scoor je op een goed moment de 2-1. Echt een mooie spitsgoal. Ja, klopt. Voorzet van linksbuiten, Sinkgraven volgens mij. En de Kasper die goed voor zijn man komt en hem verlengt richting de tweede paal. Dus dat is een mooie goal, ja. En dan is het wachten op de 3-1. Normaal gesproken wel, ja. En we gingen ook de tweede helft in met het idee van we gaan de score uitbreiden. En niet rustig rondspelen en de 2-1 houden. Alleen, je ziet, we schieten, we creëren kansen. Alleen, hij vliegt er niet in. En ja, dan moet je weten als team dat je het achterin gewoon dicht moet houden. En dat je de druk vooruit goed moet houden. En dat hebben we op het einde niet goed gedaan. En dan krijg je de 2-2. Ja, als we naar dat moment teruggaan, hoe heb je uitgezien? Ja, ik zag dat de scheids heel makkelijk een overtreding floot. Alleen, we moeten gewoon naar onszelf kijken. Als je zo voetbalt veel kansen creëert en dan ga je teruglopen en dan krijg je een paar countermogelijkheden, ja, dan zit je erop te wachten en dat mag niet. En je moet gewoon, volgens mij stonden we nog zelfs veel te ver terug met de lijn. We moesten, ik denk zeker 4-5 meter nog vooruit staan, waardoor de ruimte om erin te koppen voor hun groter is. En nu stonden ze eigenlijk 3-4 meter voor Jasper in. We moeten gewoon, dat soort dingen moeten we gewoon goed verdedigen. Het is zuur als je de goals tegen krijgt uit dode spelmomenten, omdat je het eigenlijk in eigen hand hebt. Ja, en als je die situatie terugziet, staan bij de tweede paal 4 man van Roda en slechts Kenny Tete als verdediger. Ja, als je dat hebt teruggezien. Ik zag inderdaad ook dat ze met veel man daar vrij stonden. Ja, dat mag niet gebeuren. Bittere pil, alleen je hebt niet veel tijd om terug te zijn, want de volgende wedstrijd wacht dinsdag al tegen Rostov. Ja, klopt. We moeten dit morgen nabespreken. Kijken wat onze verbeterpunten zijn. En dan gelijk focus op Rostov, want die staat alweer dinsdag.